En de trotse vader is Stiksten Bordewijk. Ongeveer geboren. Ik moet trouwens even zeggen, de zoon van Bordewijk en Johanna Roepman. Van Robert Bordewijk dus. En je hebt hem nooit gekend, hè? Want je bent ongeveer geboren op het moment dat hij stierf. Hij is ongeveer anderhalve maand later overleden. En Johanna Bordewijk Roepman, jouw oma dus, is in 1971 overleden. Heb je nog herinneringen aan haar? Ik herinner me wel dat we bij haar op bezoek gingen. Ik dacht in Den Haag. Maar het is zo lang geleden dat ik het fijne er niet van weet. Maar ik zie haar nog wel voor me. En wat zie je dan? Wat is het beeld dat je hebt? Ja, en eigenlijk een hele lieve oma. Dat weet ik nog wel. Ja, die altijd blij was als we kwamen. Blij was ook als mijn vader bij haar op bezoek kwam. Die heel lief was ook voor mijn moeder. Een hele lieve vrouw, dat herinner ik me nog wel. En dat heb ik daarna ook nog wel heel veel begrepen. Via wat mijn ouders vertelden. Wat is Stoijmen voor naam? Ik bedoel, is dat helemaal in de geest van opa, overgrootopa Bordewijk? Nee, Stoijmen is een Servische naam. De moeder van Stoijmen is Servisch. En het betekent bewaarder van de vrede. En hij is genoemd naar zijn overgrootvader aan de kant in Servië. Ja, maar dan wordt het nog... Kijk, dat wil ik wel doen. Oh ja, hou jij hem vast, Stoijmen. Ja, en dan hou je hem bij je vaders mond. Is dat een idee? Was het heel slecht verstaanbaar tot nu toe? Oh, gelukkig. Fijn. Ben je een liefhebber van het werk van je opa, als je heel eerlijk bent? Ja, ik ben een liefhebber. Maar ik moet bekennen dat ik lang niet alles gelezen heb. Ik heb wel mijn best gedaan en ik heb wel wat boeken gelezen. En... Heb je een favoriet? Apollyon, eerlijk gezegd. Apollyon? Ja. Daar moet je me iets over zeggen. Ja, het speelt in Engeland. Het geeft een goede beschrijving van de mensen die daarin voorkomen. Ik heb begrepen, alleen ik... Het fijne, daar zou ik wat meer over moeten nadenken. Want ik heb wel begrepen dat er wat autobiografische dingetjes in zitten. Dat zou mijn opa altijd ontkend hebben. Maar dat zit overigens wel in meer boeken. Maar goed, hij heeft altijd ontkend dat het niet zo was. En wat ik ook wel weet is dat vaak werden de boeken voordat ze werden uitgebracht gelezen door mijn oma. En die vulde dan dingen aan of die zei... Dit zou ik wat anders doen. Jij bent een goede bron voor de biograaf als ik dit zo hoor. Nou, ik weet dat de biograaf heel veel... Ellie Kamp. Ja, Ellie Kamp. Waar we zo dadelijk mee... Heel veel heeft te horen gekregen van mijn moeder. Die veel meer weet. En ik weet wel dat mijn opa ook wel dingen aangepast heeft. Juist omdat mijn moeder zei, nou, als je dit zo laat staan... Dan weet iedereen gelijk waar het over gaat. Enig idee waarom hij daar zo benauwd voor was? Want dat is wel inderdaad wat altijd wordt gezegd. Ja, ik denk die scheiding die jij wilde hebben, maar ik weet er het fijne niet van. Nee. Is er een personage favoriet bij jou? Nee, niet 1, 2, 3. Nee. Was je zo dadelijk bij de huldiging in de passage? Ja, geweldig. Ja, geweldig. Hoe ging dat? De burgemeester was erbij, heb ik begrepen. De burgemeester was erbij en wij mochten naar voren komen. Ja. De baby ook. En ineens een heleboel camera's. En toen werden we vastgelegd. En dat was een heel bijzonder moment. Zo voor dat beeld. Goed, dan mag ik jou nu ook iets overhandigen. Voor in de huiskamer, want hoe vaak kom je in de passage, nietwaar? Of is het ook jouw favoriete plek in Den Haag? Nee, ik kon hem zelfs niet herinneren, maar ik zal er nu wel vaker naartoe gaan. Om af en toe te kijken. Ja. Kijk eens wat we hier hebben voor in de huiskamer. Of misschien wel voor... Waar woon jij? In Schiedam? Of ik woon in Schiedam. Ben ik ook geboren. Het pand aan de Nieuwe Haven 111. Dat net werd beschreven, daar ben ik geboren. En daar heeft mijn opa dus kantoor gehad in zijn laatste jaren. Daarna heeft mijn vader die praktijk voortgezet. Ze hebben er eerst samen gezeten. En daarna ben ik in het kantoor van mijn vader binnengestapt. En ik heb het uiteindelijk voortgezet. Maar we zijn wel verhuisd, dus dat pand inderdaad in 2013, toen was het net verkocht.
Eerlijk gezegd hebben we daar wel spijt van, maar gedane zaken nemen geen keer. En het kantoor bestaat nog steeds ook in Schiedam. Maar dus niet meer daar, niet meer in dat mooie statige pand van destijds. Hoe vaak vragen ze je trouwens nog of je familie bent van? Overkomt het je nog wel? Het overkomt wel, maar niet meer zoveel als vroeger. Wanneer hield dat ongeveer op? Ja, het wordt gewoon steeds minder, dat merk je wel. Tot jouw spijt? Ja, tot mijn spijt. En soms dan denk ik, nou weet je wat, ik vertel het uit mezelf. En dan had ik het soms beter niet kunnen doen. Want in welke gevallen? Was het nee, maar dan kennen ze me niet. En dat, ja, dat, dan wordt het heel pijnlijk. Dat neem ik niemand kwalijk, maar dat vind ik dan jammer als kleinzoon. En heb je behalve de liefde voor de advocatuur ook nog de literaire genen doorgekregen? Nee, ik denk wel dat ik het taalgevoel heb. Dus een mooi briefje, dat lukt wel. Maar de boeken, dat probeer ik maar niet, want dat kan alleen maar minder zijn. En bespeel je een instrument? Je oma indachten? Vroeger piano, maar dat ga ik nu niet doen. Er staat gelukkig ook geen piano. Nee, wat dat betreft... En dan nu het cadeau. Misschien moet Stoymen het onthullen. Dan leg ik deze even. Ja, leg die maar even neer. Kijk, je mag het uitpakken. Ik denk dat Stoymen hier heel blij mee is. Ja. Oh, wat is het zwaar. Nou, ik vind het... ik vind het fantastisch. En we gaan er een mooie plek voor vinden. We weten nog niet thuis of op kantoor. Maar in ieder geval... want het is allebei in Schiedam. En daar hoort het ook, denk ik. Ik zou het op kantoor doen, want dan stellen ze toch die vraag steeds weer. Dankjewel, Sixten Bordewijk en Stormy. Dankjewel. Gaat dit? En Stoymen en je grootvader? In brons? Goed, ik spreek zo dadelijk met een viertal mensen. Althans, dat was de bedoeling. Maar Helga Rupsame excuseert zich. Ze heeft het spijt haar heel erg, maar ze is geveld door ziekte. En ze had wel een geweldige anekdote. Misschien vertel ik hem zo dadelijk nog wel. Een anekdote over Bordewijk, de grootvader. Beginnen we met de biografe. Ik kondigde haar net al aan. Kom maar naar voren. Ga zitten, Ellie Kamp. Ja, hier, neem deze microfoon. Hier is water. Hier is water voor mij. Een dubbelbiografie gaat het worden. Hij is helaas nog niet helemaal af. We hebben elkaar van tevoren even gesproken. Ik zeg je en jij. Helemaal niet indachtig Bordewijk trouwens. Die zou er niet aan moeten denken, denk ik. Nee, die was heel formeel. Ja. Die bleef heel formeel. Ja. Hij zei zelfs u tegen de 17-jarige Lodewijk Wiener. Ja, ja. Nou, dat is een van de dingen om afstand te bewaren natuurlijk ook. Maar het was ook de tijd waarin mensen veel formeler waren. En sowieso, als ze elkaar niet goed kenden, u bleven ze. Ja, uiteraard. Ja. Hoe kwam je ertoe om een dubbelbiografie te gaan schrijven? Dus zowel over Bordewijk als zijn vrouw, de componiste Johanna Bordewijk Roepman. Ja, nou het eerste plan was een biografie van Bordewijk zelf. Dat was omdat zijn werk zo ongelooflijk mij boeide. Ik dacht van, ik wil meer weten van die man die daarachter zit. Want dat moet een hele bijzondere, vreemde man zijn. Je bent Neerlandica. Ik ben Neerlandica, jarenlang werkzaam voor het Letterkundig Museum. Nou, het Huygens Instituut. Oh ja, het Huygens Instituut. Maar goed, maar toen dacht ik ook van, het was heel moeilijk ook voor de biograaf Vugs, die de eerste biografie heeft geschreven, om wat meer persoonlijk dingen los te krijgen. Dus de man achter de schrijver. En dat was even de voorgeschiedenis. Op een gegeven moment waren er drie biografen. In 1991, toen begon het genre van de biografie ook enorm op te komen. En alle belangrijke schrijvers die kregen een biografie in de loop der tijden. En dat werd dus stoeien. En dat werd niet echt stoeien. Er was één die was al vrij ver en die heeft uiteindelijk de eerste geschreven. Dat was Reinhold Vugts. Maar die...
Die kwam niet veel verder. De familie was toen nog zeer afhoudend. Zoals we net gehoord hebben, dat ze wilde geen persoonlijke dingen vertellen. Nou ja, wat Lodewijk Wieland daar net ook vertelde. Dat Robert op zijn sterfbed aan zijn vader heeft moeten beloven. Ja. Dat er nooit iets naar buiten zou komen. Nee, dus dat was een grote handicap voor een biografie. Ik dacht wel meteen toen hij uit was, ik ga hem nog wel eens schrijven. Later. En op een gegeven moment zijn de tijden veranderd. De zoon en de dochter zijn overleden. En de schoondochter, dus de moeder van Sixten, die had het plan om iets te doen met het werk van zowel haar schoonvader als haar schoonmoeder. En ze had ook wel gemerkt aan haar man dat hij dat belangrijk vond. Dat het werk van beide levend zou blijven. Dus die heeft op een gegeven moment besloten om de archieven zowel van haar schoonmoeder als van haar schoonvader over te brengen. De een naar het muziekinstituut, de ander naar het Letterkundig Museum. Mm-hmm. En toen dacht ik van, nou, ik dacht al eerder, die man die heeft een bijzondere vrouw. Dat is niet een grijs muisje. Waaruit maakte je dat op? Nou, uit wat ik over haar gelezen had. Dat was niet zo heel erg veel, was er van haar bekend. Maar wel dat ze een eigenzinnige figuur was. Ze was autodidacte. Ze ging helemaal haar eigen gang. Ze maakte haar eigen muziek. Stond er een beetje buiten. Heel voortvarend. En toen dacht ik van, nou, ik moet meer over die vrouw te weten komen. Want dat zegt ook veel over die man. En dat bleek ook een volgens mij een heel leuk, ondernemend, vrolijk mens te zijn. Dus dacht ik, dan vraag ik aan Gunilla, dat is de schoondochter, wat zij vindt van de moeder van Sixten. Ja. Wat zij vindt van het idee van een dubbel biografie. Ik had trouwens met haar man en met de dochter ook wel zakelijk contact gehad. Daar waren ze prima in, gaven altijd antwoord. Maar het werd niet persoonlijker. En dat vond Gunilla meteen een heel goed idee. Want ze was inderdaad dol op haar schoonmoeder. Dat vond ze een ontzettende lieve vrouw. Die heeft ze natuurlijk ook veel langer meegemaakt dan haar schoonvader. En haar man heeft ook altijd geprobeerd. Dus de vader van Robert wilde graag dat dus de muziek, dus de Johanna en haar muziek, dat die weer zou klinken. Want hij had ook het idee dat, dat is een verhaal apart, maar goed, ik kan even heel kort. Ze zijn beide in de oorlog, hebben ze geweigerd om lid te worden van de cultuurkamer. En dat was dat is ook wel kwalijk genomen door het grote aantal mensen dat wel lid geworden is. Zeker in de wereld van de muziek was dat 95%. Dat doorspeelde en doordirigeerde. Dus Johanna was al een beetje een buitenbeentje, omdat ze autodidacte was. En daarna, en ze weigerde, ze was niet de enige, maar het was toch een beperkt aantal. En daarna heeft ze in de ereraad van de muziek gezeten. En Ferdinand in de ereraad van de letteren. Dat was een soort, nou ja, de naam zegt het al, een ereraad om de collega's te beoordelen op hun gedrag tijdens de oorlog. Een ingewikkelde rol. Een ingewikkelde rol, zeker. En het was een. Ja, ze was vrolijk en ondernemend, maar ook gevoelig. Mm-hmm. En de hele oorlogstijd ging haar niet in de koude kleren zitten. En zeker die rol van ereraadslid. Ze was ook heel straight. Had een groot, duidelijk moreel kompas van wat goed was en wat fout. En dat was natuurlijk in de oorlog is dat prima. Levensreddend, kun je wel zeggen. Mm-hmm. Als mensen dat doen en daarna handelen. Maar na de oorlog wilden natuurlijk 9 van de 10 mensen dat het weer business as usual zou worden. En iedereen moest verder met dezelfde. En liever geen herinneringen aan hun rol niet te veel tijdens de oorlog. Dus, dit zal een belangrijk onderdeel uitmaken van de biografie. Dit zal zeker ook dit neemt ook een belangrijk onderdeel aan. Het verhaal van Sixten, dat Johanna af en toe zich bemoeide met het werk van haar echtgenoot. Dat klopt. In hoever ging dat? Nou ja, goed, dat is ook een van de redenen waarom het zinnig is om een dubbelbiografie te maken. Want ze hadden veel met elkaar te maken in het persoonlijk vlak, maar ook wat betreft hun werk. Zij las alles wat hij schreef en gaf commentaar, daar luisterde niet naar. En hij hoorde alles, luisterde naar wat zij gecomponeerd had. Dus dan las hij die bladmuziek en hij was zelf heel muzikaal.
Hij speelde dus dat... piano, geloof ik, of niet? Ja, viool. Een beetje piano, maar beter viool. Mm-hmm. En dan hoorde hij iets en dan zei hij later van... ja, je speelt daar een F, maar het moet een vies zijn. En dus dat heb je verkeerd genoteerd. Hij was dus echt goed daarin. En in die zin, en ook verder, hadden ze veel met elkaar te maken. Ze hebben 2 keer echt samengewerkt bij een productie, de Rotonde van gisteravond. En nog een keer een declamatorium dat ze samen hebben gemaakt. Maar dat waren dus 2 projecten mm-hmm. samen, maar daartussendoor werkten ze in kamers naast elkaar en overlegden over hoe ze het zouden doen. En dan liepen ze naar elkaar toe? Liepen ze naar elkaar toe. Het was geen folie à deux, want dat paste niet bij deze mensen. Maar ze waren wel heel erg verweven met elkaar in alle opzichten. En maak ik nu op uit het verhaal van Sixten dat zij misschien nog wel meer beducht was voor de herkenning. Dat het onherkenbaar moest zijn. In hoeverre het autobiografisch was, het materiaal. Ja, want Ferdinand was rücksichtloos in het gebruiken van gegevens uit zijn naaste omgeving. Bijvoorbeeld? Hij veranderde natuurlijk alles. Maar dat Rood Paleis, de naam Henri, dat is ook de naam van zijn broer. En verder veranderde hij alles aan die figuur, maar die naam gebruikte hij. En een paar details uit het leven van die broer gebruikte hij ook. En zo gebruikt hij van alles in bijna alle romans. Ook en wat in, vond in Henri daarvan, de broer? Dat heb ik gevraagd aan zijn zoon, maar die wist dat niet. Of Henri las dat het niet maar weten? Niet, of wilde het niet weten. Of dacht van, Ferdinand, dat is een schrijver, dus die doet rare dingen. Een schrijver doet rare dingen. Die verzint van alles. Het is fantasie, tenslotte. De betekenis van de namen, waar Wiener net uitvoerig over heeft gesproken. Helga Rupsamen, dat stel ik misschien zo duidelijk nog, maar was vooral heel erg benieuwd naar waar de naam Catadreuve vandaan komt. Ik denk dat hij dat ook heeft heel veel uit het telefoonboek gehaald. De meeste namen heeft hij uit het telefoonboek gehaald als hij iets tegenkwam. En heeft ook wel eens een keer, zag hij in de wachtkamer een lijst van Poolse vluchtelingen voor de Eerste Wereldoorlog. En die heeft hij dus ook gebruikt en overgenomen. Dus als hij rare namen zag ergens, dan noteerde hij die. Maar waarmee dus helemaal niet is gezegd dat hij daar een betekenis aan hechtte. Nee, maar hij was natuurlijk wel heel, hij zei van zichzelf, het is nou eenmaal een tik. Hij zei ook wel van zichzelf, later, het is ook wel een beetje een manier om raar te doen. Hè? Zo van, het is een beetje een tik van me. Ik heb het vervreemdende element waar Dubois het over had. Ja, goed, het werkt dus ook het werkt heel erg goed in Bint, die namen. Mm-hmm. Die zijn heel stevig en dat is samen met de stijl en natuurlijk het thema, maakt dat een groot deel van het niveau van Bint uit. Andere namen, ze worden ook een beetje gewoner. Maar hij was nu eenmaal overgevoelig voor namen. Dus als hij zoiets tegenkwam, dan gebruikte hij het. Zonder dat er overal een betekenis achter gezocht moet worden. Dat was een onderdeel van zijn groteske fantasie. Van zijn manier van uitvergroten, inzoomen en dingen overdrijven. Hij kon enorm doordraven ook. Als hij eenmaal bezig was met een bepaald onderwerp, dan werd het steeds bizarder. Is Johanna Roepma Roepman in zijn werk terechtgekomen? Ja, zij is. Dat is een van de prachtige dingen die ik ook van Gunella heb mogen inzien. Want ze heeft dus de archieven overgedragen, maar er was ook nog een klein stukje archief thuis. En daar zitten een paar hele persoonlijke brieven in van Ferdinand aan Johanna toen ze overspannen was, midden jaren 50. En daaruit is dus overduidelijk dat de roman Bloesemtak, die is helemaal, dat is een eerbetoon aan haar toen ze het moeilijk had. En daar zijn allerlei problemen die ze had zijn in verwerkt, een vriendschap die misging. En nog het een en ander. En daarvan heeft ze inderdaad ook gezegd, bij de eerste versie, je moet het veranderen, want anders ziet iedereen dat wij het zijn. En wat heeft hij veranderd? Dat weet ik niet. Hij heeft haar in ieder geval laten sterven, de hoofdpersoon. Een behoorlijke verandering. Dat is een behoorlijke verandering, ja.
En hoeveel is het huwelijk? Heb je daar enig zicht op gekregen? Het was een heel langdurend huwelijk. Het was een heel langdurig huwelijk. Het was, ik denk dat het ook in de loop van de tijd veranderde dat een beetje. In het begin was zij de jonge, energieke, doortastende, vrolijke, ondernemende vrouw. Die gewoon maar van alles deed. Ze kwam ook uit een gezin waar vrouwen enorm zelfstandig waren. De moeder ondernam van alles, de oudste zuster. En zij dus ook. Dus op een gegeven moment dacht ze iets van, ik ga maar eens componeren. Dat is wel leuk. Ze had een beetje geaarzeld. En op een gegeven moment had ze een aantal liederen bij elkaar. En toen met een bevriende zangeres huurde ze een zaaltje in Groningen, een zaaltje in Amsterdam. En voerde dat uit met z'n tweeën en liet een tekst maken waarin ze uitlegde dat het nieuw was en modern en met andere woorden, jullie zullen wel opkijken. En was het vooral deze zelfstandigheid waar Bordewijk dol op was? Nou, hij hield niet van doetjes, absoluut niet. Hij hield echt van vrouwen die zelf enig talent hadden en zelfstandig waren. Nee, absoluut. En zij was absoluut vrolijker dan hij. Maar zij, dat veranderde beetje, dus, begrijp ik. Ik kwam een beetje uit een sombere naargeestige familie. En financieel had zij het ook veel, veel makkelijker. Dus dat scheelt ook soms in de lichtheid van het leven. Maar die vrolijkheid nam dus een keer, begrijp ik? Ja, zij kreeg steeds meer op een gegeven moment. Ze was gevoelig over gevoelens, zoals ik zei. Ze had het idee dat ze tegengewerkt werd. Raakte af en toe in de war. Dus dat is een moeilijke laatste periode geweest. Ook hele tijden heel helder. Dat ze dus heel erg, dat ze ook nog doorcomponeerde. Ze bleef ook altijd vertalen wat ze heel veel gedaan heeft. En schrijven. En was dus heel, heel lief en heel aardig. Maar was wel een beetje in de war aan het raken op het laatst. Dus dat was voor hem zwaar. En dat is ook denk ik wel een van de redenen waarom hij zo extreem afwerend is geweest tegen mensen die zijn privéleven, zeker op het laatst. Omdat hij niet wilde dat. Hij wilde niet dat zij in verlegenheid werd gebracht. Mm-hmm. En dat. Denk ik. En dat het publiek daarvan op de hoogte. Ja, dat was natuurlijk. Het was een groot geheim dus. Het was tot op zekere hoogte. Hij wilde niet dat mensen dat wisten. En in Herman de war, wist, Herman in de wist war, het wel. In de war zijn betekent zoveel als. Ja, meer weet ik daar niet van. En het doet er ook niet zo verschrikkelijk veel toe. Het was meer dat ze soms heel vreemd gereageerd heeft. Ook in de woongemeenschap waar ze terechtkwamen in de jaren 50, midden jaren 50. En heeft hij daar ook nog over geschreven? Is dat terechtgekomen? Dat is, maar dat was voor die tijd. Niet in Bloesemtak, maar in De Doopvond heeft hij wel een vrouw opgevoerd die piano speelde. César Franck, zijn lievelingscomponist. En die argwanend was geworden, die een beetje in de war was geraakt. Dus het is wel een auteur die alles gebruikt heeft en dat natuurlijk wel voor zijn eigen idee onherkenbaar heeft vervormd. En daar alle moeite voor deed. Ja, maar wat het mooie is natuurlijk, hij gebruikte zijn omgeving, maar hij keek ook diep naar zichzelf. En heeft zichzelf ook altijd in het verhaal betrokken. Ik bedoel, het was niet. En dat moet ook als je een goede schrijver bent. Dan moet je ook diep durven te gaan en diep durven te kijken. Dus. Ik kijk uit naar de biografie. Ja, dank je. Wat ik nog wel even wou zeggen, dat humor. Waar Lodewijk niet heeft kunnen ontwaren. Dat was een van de stutten van hun huwelijk. Dat ze dus, en dan was de humor van Johanna was eerder ironisch. Die was veel zachtaardiger. En de humor van Ferdinand die was sarcastischer en satanischer. Ja. Bovendien werd er enorm gelachen, juist op het moment dat Lodewijk Wiener de citaten voorlas. Ja, van heeft wel humor. Maar we spreken zo dadelijk nog met z'n vieren, dus ga zitten. En dan volgt er wellicht nog een discussie over hoe humorvol Bordewijk nu eigenlijk was. Bart Chabot is ook aanwezig. Jullie hebben hem allemaal al herkend. Kom maar hier zitten, Bart. Want wat heb jij dan van doen met F. Bordewijk? Ik ben heel benieuwd. Hier is een microfoon. Laten we zeggen, om bij het begin te beginnen.
In 1999 verscheen er een boek van José Boesman. Ik weet niet of ze nog leeft, ik geloof het wel. José Boesman, ja. Ook een naam bedacht ja, ja, geworden. Ja, ja, zou zo wel kunnen. Hij zit gewoon in de zaal, ja. José Boesman. Daar ja. Is José Boesman. Is kijk er? Dan, oh, een jonge José. Blonde... Nou, je leeft nog. Ja, iedereen gaat dood om me heen, dus ik bedoel, het valt me reuze mee, jij leeft. José had een boek gemaakt, dus dat heette Den Haag, stad, borden voor Bordewijk. Dat was toen niet door Bordewijk zelf zo opgeschreven, maar door Gerrit Achterberg. Een dichter waar ik altijd veel waardering voor heb gehad. En José vroeg aan mij of ik dat boek wilde presenteren. En dat, nou ja, wie ben ik om tegen José natuurlijk nee te zeggen. Dus dat deed ik. En dat was op een heel bijzondere locatie. Namelijk het voormalige hotel, of hotel zou je misschien moeten zeggen, Du Passage. Dus waar nu dus eigenlijk Bordewijk voor de deur staat. Min of meer. En dat hotel was geen hotel meer. Maar komt een van zijn verhalen komt het wel voor. Is geen, ik weet niet wat dat nu is. Weet jij, José, wat dat nu is? Apple. Apple zit erin. Nou, zeg, het is toch nog goed gekomen. Was dat Hotel Du Passage? Ja, Hotel Du Passage. Waar daarna de boekhandel kwam. En nu Apple. Dus. Ja, nu Apple, ja. Ja. Hij was dat hotel was te gek. Want het was een verspandpaleisstad. Nee, ja, ik ken het niet. Nee, niet als hotel. Nee, ook niet als hotel. Nou, ik zou vertellen, je zou geen nacht meer doorbrengen. Het was ergens je geld toe kreeg, zou het. Maar het zag, ik bedoel, nog helemaal de oude staat. Hè, met dus heren, met wc, met dubbel E en zo. Hè. En ja, het was echt, ja, hoe moet je dat voorstellen? Ja, laten we zeggen, een soort van laat 19e eeuws hotel. Komt er met 40 jaar achterstallig onderhoud. En zo'n dat hotel. Was waar het dat boekje Apple werd daar gepresenteerd. En waar, ja. Waar welke roman... Nou, welke roman was het José die daar speelde? Of welk verhaal speelde daar van Bordewijk? Winger, oké. Okay. Ja, oké. Okay. Ja, okay. Nou, weet je, het grappige is dat ik toen ik dat moest presenteren van José... Mm-hmm. Wat doe je dan? Tenminste, ik weet niet of iedereen dat boek moet presenteren... maar dan lees je het boek even. Ja. Dat heel goed. Schijnt onder onze collega's helemaal niet gebruikelijk. Nee, dat gebeurt niet altijd. Nee, die lees je toch maar gewoon. Jij doet dat wel. Ja, ik doe dat wel, ja. En toen bleek me eigenlijk dat... Had je toen al wel iets van Bordewijk zelf gedaan? Ja. Bint, op school, verplicht kost natuurlijk, ja. En ook zeer gewaardeerd. Bedoel, daarover later meer. Eerst ja. Even, jij las dus het boekje. En ja. toen merkte ik eigenlijk dat Bordewijk gewoond heeft in een buurt waar ik mijn hele jeugd ligt. Bezuidenhout. En sterker nog, ik heb mijn hele jeugd gewoond in de straat waar hij gewoond heeft. Hij woonde tijdenlang op de, dat zal Eddie kunnen beamen, en Uskilo werkt trouwens ook wel, in de Wilhelminastraat 71. En ik heb mijn hele jeugd tot mijn 17e gewoond in de Wilhelminastraat 63. En jij wist niet dat dat zo dichtbij nee. Het huis van Bordewijk nee, was. Daar werd niet over gesproken in de Wilhelminastraat. Sterker nog, men had misschien... Kijk, het was zelfs zo dat de decorstukken van Bordewijk waren weggeveegd door het Engelse bombardement op Bezuidenhout. Dus laten we zeggen, waar ik woonde in 1963 waren naoorlogse huizen. En ik weet dat mijn moeder vertelde mij, mijn moeder woonde nog later in Oost-Indië. Dat huis had een voltreffer gekregen. Mm-hmm. Dus Bordewijkse huis had een voltreffer gekregen in de tuin. Ah, kijk. Kijk, mijn moeder had het gewoon in huis zelf. De bom, weet je wel. Dus ik ben maar alles bij... is trouwens wel vernietigd, hè? Ja, vernietigd, van Bordewijk. Ja. Ook al was het de tuin. Ja. Het lijkt me niet dat ze spullen in de tuin had liggen. Die Engelsen hadden stevige bommen. Dat is het ding wat zeker is. Zo, en, het huis ging tegen de vlucht. Ja. En dat laten we zeggen, mijn oma, over een Duitse, grappig genoeg, die was met mijn moeder in Rotterdam op familiebezoek. En die kreeg een melding dat haar huis was getroffen bij bombardement. En dat haar gordijnen hingen, vertelde ze, Mia, je gordijnen hangen over de bovenleiding. Dus ja, weet je, dus zo van, ja, je kan terugkomen, maar waarom zou je? Weet je wel. En toen ben ik dus een beetje daarin gaan gasten. En toen bleek dat dus Bordewijk, tweede van de Bosstraat, dat heb ik natuurlijk allemaal, kijk, ik woon in Wilmeer. Dus komen jullie uit Den Haag allemaal? Niet allemaal, hè? Nee. Oké. Nou, laten we als je de plattegrond van de hout neemt, ongeveer, dan heb je twee grote assen. De Lavinistindie en de Tresiastraat. Daar loopt allemaal, dat is een van kruis. En heb je, laten we zeggen, wat Bordewijk en wat wij, het gebied waar wij woonden en leefden, dat is, laten we zeggen, ten zuiden van Lavinistindie. Dus aan de kant van de Haagse Transstation. En
een woonwijk die later ontstond na de oorlog, Mariehoeven, waar hij belangrijk is geweest voor de naam, geen van veel straten, Safierhorst en Smaragdhorst en die vorige, dat is aan de andere kant, dus dat is aan de noordkant, de Amsterdamse, nou ja, noordkant, van, rustig aan, Amsterdam en de Mariehoeven, aan die kant van de naam van Oost-Indië. En toen bleek me dus dat Bordewijk, onder andere met zijn vader en moeder, gewoond heeft nog korte tijd in de Helena-straat. Nou, daar stopt mijn lagere school. De Sint-Nicolaas-school. Het is ongelooflijk. Ja, ja, stel, ja. Dus jij hebt eigenlijk in de voetsporen van Bordewijk. Ja, eigenlijk wel. Zonder dat je het doet. Ja, er is voor niks. En waarom ik door hem als het ware gegrepen werd, was een foto uit Dozé's boek. Want er is een foto van Bordewijk met zijn gezin, waarbij die staat nog voor het bombardement, aan de voor de voordeur, in zijn tuin, met een hele grote Amerikaanse auto, een Buick. Was het toch? Een Buick, hè? Ja, een Buick, ja, ja. Maar goed dat je erbij bent. Ja, precies. Ik wou net zeggen, je had er nog even dood gedaan, maar nu is het toch wel heel fijn. Ja. Je bent toch op Wijnberg van vanmiddag. Ja, ja, ja. Een Buick. En ja, toen dacht je, nou... Nou, ik vond een schrijver die een Buick had, die deugt. Ja, vind ik nog steeds trouwens. Ja, had je Knor in de Beesten toen al gelezen? Nou, dat zal ik je vertellen. Kijk, ik ben door mijn vader meegenomen een aantal keren naar de grote prijs van Zandvoort. De Grand Prix. Waar Lodewijk Wiener ook in de buurt was. Oh, nou ja, kijk eraan. Maar jij bent toch ook een fan ervan en niet een klager erover, toch? Nee, dat is de Grand Prix. Ja. Ja, wij gingen dus als jongetjes van de boulevard, dus als politieagenten, te paard in de duin. Ja. Om dus de binnensluipers tegen te houden. En dan was het de kunst om dus step voor step by step in etappen te doen. En op het laatst op de eretribune te komen. Ja. En dat lukt ook, Lodewijk. Ja, altijd. Maar goed, we dwalen af. Ja, nou ja, weet je, in essentie is het wel... Knor in de beesten. Knor in de beesten, want ik ben nog... Ja, dat is een beetje raar. Van, kijk, maar toen ging mijn vader dus mee. En mijn vader had een kaartje voor, dat zou heel bekend worden, denk ik, voor het binnenterrein. Binnenterrein van Zandvoort, dat, kijk, je kan natuurlijk, mensen kopen een kaart voor de Panoramabocht. Dus, of Hunze, weet je wel, de Tarzanbocht natuurlijk, Schijflak, Hunzerug, dat soort dingen. Tarzanbocht was natuurlijk het spannendste. Dat is spannendste, want dan vloog ze vaakst uit. Dat is, en dat is vreugde, feestvreugde natuurlijk. Kijk, ze gewoon rondrijden, is op een gegeven moment saai. Dus dat moet ook wel gebeuren, natuurlijk. Dus wij kochten een kaart voor binnenterrein, want mijn vader was nogal een wandelaar. Mijn moeder vond de GT, ja, die ging niet mee. Maar mijn vader vond, je moest wel, gaandeweg de race, moest je verplaatsen. Daar zat wat in misschien. Nog Dennis Hume zien racen, en Jack Brabham, en Graham Hill, met zijn roeispaan op zijn helm en zo, weet je wel. En op een gegeven moment ging ik... met twee, mijn vader, we zagen elkaar niet meer. En ik ging met twee vrienden van de middelbare school naar de Grand Prix uit 1973. En die Grand Prix, die voor de liefde, jij had het ook ongeveer kende, Lodewijk. Voor de liefhebbers van de Grand Prix, die het gevolg van Nederland. We komen bij Bordewijk. Ja, we komen. Via dit komen. Oké. Dat je niet denkt, ik ga... Dit festival duurt toch een paar dagen? Dus ik ging met twee vrienden... Jij moet om half zes weg. Ja, dat is waar. Shit, ja. Huub Smeets en Loek. Ik weet niet hoe die vacht heet. Een motorongeluk gehad. Nou goed, hoe dan ook. Gingen we naar de Grand Prix. Binnenterrein weer gekocht. 1973. En er waren een aantal rondes verreden. En ik zat aan de... Of we zaten met z'n drieën dan. Ik zat met mijn rug tegen de duin geleund. En de auto's kwam van achter. Dus je kon waar wij zaten, halverwege duin, kon je auto's niet zien komen. Je zag ze pas komen als ze de bocht, als ze achter de duin voorbij kwamen. Mm-hmm. En ik geloof meen dat de achtste ronde geweest is. En ik hoorde meerdere auto's aankomen. En ik was toen, 73 was ik 19. En ik wist dat het fout ging. Onherroepelijk fout ging. Ik wou net zeggen, er vallen geen doden in dit verhaal. Ja, maar... ja, wel. Want het was de race waarbij Roger Williamson omkwam. En dat gebeurde voor mijn ogen. Daar was jij maar, bij. Ja, nou sterker nog, ik wist het voor dat het gebeurde. En dat was dat, eigenlijk mijn hele leven is dat, heb ik dat meegenomen. Dat, het is heel bizar hoe de tijd werkt. Weet je, kijk, als een race begonnen is, gaan mensen pakken, weet je ook wel het werk. Gaan mensen, eerste ronde kijkt iedereen, wat te gek. En de tweede ronde ook nog, de derde ronde wordt al iets meer. En de vijfde ronde gaan mensen kippen uitpakken uit koelboxen. Want ja, het gaan nog 80 rondes door. Dus laat maar eens de inwendige mensen sterken, weet je wel. En, aan bier en zo. Dus iedereen, maar dat je ook, dat is het gebeurde. En dat je dus mensen met zo'n kip poot boven. Weet je wel, dat het dus, dat iedereen heel even gestold in de tijd is. Begrijp je bedoel? Een bevroren moment. En omdat ik ook niemand keek naar de race meer eigenlijk. En omdat ik wist dat het fout ging, keek ik wel.
En daardoor zag ik, want ik had ook een paar races. Jij paar wilde dat gemist. Zien. Nou, ik wilde, als je voelt dat iets heel erg fout gaat, ga je kijken. Ik bedoel, dan niet is iedereen, maar er zijn mensen die dan juist gaan kijken. Ja, dan leek mij wel, ik niet erover nadacht, overigens verder. Maar nog met terugwerkende kracht, vind ik het een verstandig besluit dat ik toen heb besloten om te kijken. Ja, en ik zag, die auto verschoof de vangrail in. En die kwam terug van de vangrail. Toen waren nog vangrails, daar wordt natuurlijk niet meer, maar toen wel. En die wagen die draaide, die kwam van de grond af. En die draaide. En Williamson, je had natuurlijk nog... Jij was 19. Ja. Had je knorrende beesten toen al gelezen? Nou. Ja, We komen er wel. We komen er wel, maak je geen zorgen. Uiteindelijk kwam de auto... ik zag Williamson iets eruit zakken. En omdat hij natuurlijk eerder, omdat hij eruit zakte... zag ik hem ook... de wagen terug op de grond kwam, zag ik hem naar binnen schieten, geslagen worden op het asfalt. Hij kwam de wagen terug op de baan aan mijn kant van de vangrail en schoof een meter of 80 door en vloog in brand. En later een vriend, David Purdy, andere keer stopte. Ronnie Patterson reed keihard door. Maar David Purdy probeerde zijn vriend te redden, wat niet lukte, omdat de baancommissaris onbekend was met de busapparatuur. Nou, heel lang verhaal kort te maken, maar toen ging is dit eigenlijk. Bij autoracen. Ik hou van autoracen, ik vind het heel erg spannend. En ook, ik vind het een fantastische sport. Maar bij auto's zit een heel erg belangrijk gevaarelement. Namelijk dat het een sport is die geen no mercy kent. Mm-hmm. Als het fout gaat, gaat het meestal goed fout. Ja. Met andere woorden, bij elke race is eigenlijk de dood de gast. Daarom komen er zoveel mensen kijken. Nou, laten we zeggen, ik wil niet zeggen dat iedereen sensatiezuchtig is. Maar dus, nou ja. Er zit natuurlijk ook een element. Ja, die spanning is, nou ja, laten we zo zeggen. Dat is listig om te zeggen, want na de dood van Senna was iedereen wel, vond het wel mooi geweest wat dat betreft. En ik bedoel, de dood nu van Jules Bianchi, 20 jaar inderdaad, eigenlijk dat Senna-ongeluk. Niemand zit er na te kijken, de Grand Prix van, ik hoop dat Verstappen ons erboven gaat, niemand. Hmm. Maar het is ook wel zo dat er natuurlijk een element van spanning. Ja. Ja. En ik wilde een verhaal schrijven over autoracen, over de ziel van het autoracen. Hmm. En toen ging ik kijken, ik dacht, ja, ik kan het wel willen, maar misschien is het al gebeurd. In de literatuur. En toen ben ik dus gaan zoeken. En toen kwam ik dus... Autoracen? Ja, nou, in die tijd had je helemaal geen internet. Wanneer ging je dat verhaal? Nou, heb ik geschreven ik ben in 87 begonnen. Ik schreef in 89. En herpubliceerde een klein stukje uit de verzamelbundel vorig jaar. Boek 60 werd. In het boek 60 zit een klein stukje hier nog. Maar over de Warrior Hills nu dan. Maar ik heb dus 2 jaar lang op het stukje van Zandvoort rondgehangen. En om bij de coureurs vertrouwen te winnen en mee te kunnen met die auto's en naar Luxemburg. En nou, om het vertrouwen te winnen en echt in de ziel van die coureurs te kruipen. Maar het bleek mij dat de enige die in de literatuur geschreven, bij mij weet dat althans, over autoracen op een serieuze manier, is Bordewijk in Knorren en Beesten. En er kwam ook nog bij dat hij natuurlijk dat Knorren en Beesten situeerde. Nou, je kan nooit zeggen het was Scheveningen, ik kan het niet zo makkelijk zeggen. Maar er is sprake van duidelijk een badplaats. Een stad aan zee. Aan zee en van een pier. En nou, bedoel, je hoeft van hen nog niet veel te weten. Om te weten dat de pier toch hier ligt en niet in Zandvoort. Ik denk dat Ellie Kamp daar niet heel veel studie naar heeft. Dat denk ik ook niet. Hoewel, en was je onder de indruk van Knorren en de Beest? Ja, enorm. Enorm. Ik vond het, ik vind het nog steeds. Ik vind het nog steeds een ontzettend goed verhaal. Want wat hij erin vangt is natuurlijk eigenlijk de essentie. Want ook bij hem komt de dood natuurlijk naar het circuit. Mm-hmm. Er is natuurlijk sprake van een enorm ongeluk. En iemand wordt ook mismaakt uit een café. Iemand rampt een pui van een café. Wordt er dan mismaakt uitgedragen. Maar de race gaat verder. En aan het eind van het verhaal komt natuurlijk de hijskraan. Die dan, een van die knoppen in de beest. Dus het is, ja, dat is natuurlijk een soort van symboliek van natuurlijk in ieder geval de doodgraver. Zou je kunnen zeggen. Dus ik vind nog steeds het een schitterend verhaal. En ik heb ook... wel schatplichtig aan Bordewijk. Want ik vond namelijk te vergelijken met beesten. Raceauto's en beesten. Dat is een vergelijking die. Ja, die kan je eigenlijk niet verbeteren. Want je spreekt al in van een motor van paardenkrachten. Mm-hmm. Die is ook een beest, eigenlijk. Wat maar zich moeilijk in toon laat houden. Je weet, elke amateur die fraaie geeft. Eindig je gelijk om de hoek in de gevel. Ja, je moet dat ding kunnen rijden. Mm-hmm. Dus het is een beest. En je moet erbij stemmen, gelijk. Anders ben je de lul. Dus die vergelijking van Bordewijk met beesten, het geluid... Wat heb jij ervan gemaakt dan? Nou ja, het is... mijn verhaal is natuurlijk... Is die auto het beest, ook inderdaad. Maar op het laatste van het verhaal... Ik rijd mee met een coureur, dat heb ik ook gedaan. Een Ford Sierra Coffer. Die ging 340.
Nou, dat is hard, moet ik zeggen. Als je dat nooit eerder meegemaakt hebt, is het behoorlijk hard. En die gasten rijden naar de Tarzanbocht toe, zonder te remmen. Je denkt, nou, ik zijn er toch aan remmen. Dus dat stellen ze helemaal uit, die gasten. Ongelooflijk. En dan in het eind van het verhaal is inderdaad, is dus, als je ziet, degene die meerijdt, ziet dat de wolken vernauwen en dichterbij komen. En dat er een uit die wolken een gezicht, een auto in kijkt. Maar dat is eigenlijk, hij ziet dan, hij kijkt naar de dood. Maar dat is eigenlijk zelf, hij is zelf de dood. De bijrijder in de auto. Dus nog even heel kort naar Bint. En dan moet je daar weer gaan zitten. En dan spreken we straks, mag je dat nou? Ja. Bint. Ja, we moeten Helga opvullen. Ja, dat dacht jij, hè? Helga is niet fijn. Ja, kunnen we een kwartiertje langer doorgaan? Dan kan ik me verhalen. Helga, bedankt. Wat vond jij zo... hoe oud was je toen je Bint las? Middelbare school? Ja, 17. En? Nou ja, ook een waanzinnig verhaal. Maar laten we zeggen, voor mij was het een dimensie... Het raar was toen ik las op het Atheneum. Ja. En ik... Je bent zo'n stapelaar, hè? Mulo, ja. HAVO. Ja, nou, eerst HBS. Op Labisus gelezen. Ben ik voor afgestuurd. Wegens uitstekend gedrag. en flonkende resultaten. En toen mocht ik me rehabiliteren. Toen ik de MULO gehad had. Weer op het Alois College. Maar toen was het HAVO geworden. HBS. En toen kreeg ik dus naar het Bint onder ogen. En het bizarre was. Dat ik had Bint meegemaakt. Op de MULO. Oh ja? Ja. Wie was dat? Nou, dat was, waren twee mensen eigenlijk. Het waren de directeur van de school. Dat was een ontzettende paardenlul. Echt een hele grote klootzak. Blijf nog even in de beestentermen. Ja, nou inderdaad. Ja, meneer Mallet was directeur en de leraar Duits. En dat was echt een... die zal hier niet zitten, mag ik aan. Zijn kleinzoon misschien. Naast José ja, was meneer Hogenelst. Hogenels. En Marleen, ik ging naar een gebouw voor niet-Hagenezen. Het AC, dat ligt in Benoordenhout. Dat is een goede wijk in Den Haag. Oost-Zuidlaan. En ik ging, ik degradeerde op alle niveaus. Niet alleen qua schoolsysteem, ook qua buurt. Ik ging naar een duidelijk mindere wijk. Dat was de Van der Parrastraat. Dat was een beetje het afvoerputje van de Zuiderhout gedeelte. En ik kwam op een school op de MULO. Ik moest langs een school lopen met protestante kinderen. En dan liep ik daar, moet je nog wat vertellen dat waren. Liep ik er langs dat ik uitgescholden voor vuile kattenziek. Ja. En moet erop, als kwam ze achter naar huis. Ik denk, waar hebben ze het over? Weet je wel, bedoel, ja. Maar goed, in de Van der Par, was een gebouw. Dat was eigenlijk een bunker. Maar dan hadden ze, omdat de school was, gezegd, nou... Twee raampjes, dat moet er dan maar in. Dus ik ging een soort van grotten binnen, weet je wel. En dan stond Mallet ook echt, als je zo'n trapje hebt wat je dan opliep. En dan stond Mallet stond echt boven iemand die ook maar enigszins uit de pas liep. Dus er was voor mij gelijk een oppasser geblazen. Die werd gelijk genoteerd. En dan helft doen we eens. En dan had je, dus dat was één, dan had je gangen, dan moest je jas ophangen. Nou, dat was echt in een soort van half duister, een soort van haakje. En dan, weet je, en op de tas ging je naar een schoollokaal deur. En dan... Ja, echt ongelooflijk. En dan had ik een leraar Duits. Echt een verschrikkelijke sadist. Ja? Ja, die kwam voor mij uit het kamp. Maar niet als slachtoffer, maar als bewaarder. Want ik had met iemand gelijk binnen. Die had een... Ik kende die man niet. De leerlingen beefden voor hem. Maar ik kende de man niet, dus ik niet. Dus ik moest op een gegeven moment... Die was dan nieuw. Dan kwam naar de kerst, kwam ik bij instromen. Oh ja, halverwege. En toen, hij zat zoals jij zat aan het bureau en zo. En toen moest hij dus Duitse woorden halen. Je moet de leraar ook niet geweten, want ik had de eerste dag. Ja, even die spot, een nieuwe, even die Duitse naamval. Dus nou, ik wist al, het der, des, de. Maar zo ging dat. Ja, zo kom ik het niet. En waarop ik zei, en u trouwens ook niet. En toen was in één klap zijn gezag weg. Dus er vanaf was het oorlog. Echt oorlog. Tussen hem en mij. Weet je? Maar ik had nog steeds niet in de gaten. Maar de hele school ging het helemaal om. Van die nieuwe, die heeft Hogenels. Die steeg hem opgestaan. Ja, maar dat heeft had jij toen Bint al genezen? Nee, ging later pas. Nee. Dat moest al gebeuren. Bart, even daar zitten. Nou, even dit verhaal afmaken. Wat er gebeurt, moet je nagaan hoe dat was toen de tijd in school. Op een gegeven moment, toen eindigde mij, ik kreeg een 1, voor een proefwerk kreeg ik altijd een 1, omdat ik mijn naam goed geschreven had. Wat hij, zei hij, in mijn geval al een hele verdienste vond. Op een gegeven moment, had mijn moeder geklaagd over dat ik geen beurten kreeg, moest ik op het bord, dat was heel schoolsysteem, moest je 5 zinnen in Nederlands vertalen, 5 zinnen in Duits. En ik moest ze zinnen in Duits opschrijven. Dus ik loop naar het bord toe, weet je wel, en ik schrijf die 5 zinnen in Duits op. Op mijn manier. Doodse stilte.
En ik ga zitten. En toen liep je dus uit de klas. Hij stond achter in de klas, stond hij. Dus alle leerlingen. En liep je naar het bord toe. Had hij zo'n van die vette worstenvingers ook. Echt zo. Pleurisleier. Had hij zo'n ring, zo'n trouwring. En toen had je van, ja, met zijn borden nog. En toen tikte hij zo met zijn trouwring. Tak, 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 tak. Tegen het bord. En zei, kijk jongens en meisjes. Dit is nu het handschrift van een psychopaat. Ja. Ja, dus ik hoop dat hij kanker gekregen heeft. Die zijn er godsvergeten weg. Zo is het wel weer genoeg geweest. Ja, echt waar. Ik bedoel, Ga zitten, we spreken zo verder. Zwak hart en vootje gehad. Je weet dat Lodewijk Wiener ook docent is geweest, hè? Ja, maar toch geen Duitse Lodewijk? Nee. Hij had ook geen trouwring om. Nee. Lodewijk Wiener. Bint bestaat, ja. In het leven van Bart Chabot zeker. Ja, hoe zou F. Bordewijk nou tegen iemand als Bart Chabot hebben aangekeken, vraag ik mij af. Lodewijk Wiener. Hij had een fantastische Heb je enig idee? Hoe iemand als Bordewijk, nou ja, hoe F. Bordewijk tegen Bart Chabot zou hebben aangekeken. Ja, dat was nooit goed gekomen. Nee, dat was niet goed gekomen. Want Bordewijk was natuurlijk wel degelijk gesteld op orde en tucht. Hij heeft het zwaar overdreven in Bint. Maar het heeft grote raakvlakken met zijn eigen filosofie. Daar ben ik van overtuigd. Hij hield van tucht. Orde. Regelmaat. Maar hij heeft het in Bint dus hyperbolisch overdreven. Ik wou nog iets zeggen van dat Duits. Ik heb tamelijk puberaal, maar wel lang volgehouden, de SCH-uitgang van adjectieven afgezworen. Omdat ik zo'n gruwelijke hekel had aan alles wat Duits klonk en was. Mm-hmm. Dat heeft en te toen maken... heb jij het afgezworen? Toen heb ik de SCH uit het Duits weggedaan. En mijn adjectieven in mijn vroegere werk eindigen dan allemaal op IES. Wat soms een beetje lastig is als je het hebt over logies en logisch. Hoe lang heb jij dit volgehouden? Ja, totdat mijn verzamelde verhalen vorig jaar zijn uitgegeven. Toen heeft mijn uitgever gevraagd... Mogen we daar nu eens zullen we daar nou eens mee stoppen? Ik zei, ja, laten we dat maar doen. Het aardige is dat Bordewijk met al zijn ernst en zijn... stijfheid, stugheid toch... Al de foto's die je van hem ziet, is het echt zo'n echte Hollander. Die keurig haartjes, keurig pak aan. Niet innemend. Die is alles kwijtgeraakt door dat bombardement, de Engelsen. Door een paar verkeerde coördinaten in hun berekening op het Bezuidenhout. Hè. Er zat daar een lanceerbasis voor V1's en V2's in het Haagse Bos. Als ik het goed heb. Ja, ja. En die wilden ze raken, maar ze... Die eikels die bombarderen dus die woonwijk. Daar is Bordewijk alles kwijtgeraakt. Ook zijn manuscripten van de fantastische vertellingen, handgeschreven. En niet... Johanna, haar compositie. Ja. Al onze aardse bezittingen staat ergens. Ze waren wij toen kwijt. Hij had zo'n goor hekel aan alles wat Duits was. En wat eigenlijk niet bij hem past. Hij heeft in een boekje, dat heet Nagelaten Documenten. Mm-hmm. Daar komt een soort essay in voor waarin hij Duitsland aanpakt. En het is wel zo verschrikkelijk grappig. Dingen als, het past dus helemaal niet bij hem. Dus het Duits moet worden afgeschaft. Er moet geen les meer worden gegeven in de Duitse taal. Als een Nederlander een brief schrijft aan een Duitser, dan doet hij dat in het Nederlands. Kinderen van 0 tot 10 jaar in Duitsland moeten bij hun ouders worden weggehaald en verspreid over het hele land. Nee. Ja. Dat is toch humor? Nee, dat is geen humor. Nee, is dat dan? Dat is, dat bedoelde die helemaal niet humoristisch. Nee, humor is iets waarmee je dus leed moet overwinnen. In die zin heb je een beetje gelijk, maar hij speelt er niet mee. Dus humor moet eigenlijk het tegenovergestelde geven van wat je wilt zeggen. Mm-hmm. Dat is hier niet. Hier is het één op één. Maar en, viel wacht jou nou even, met... hij had nog nee, iets. Nee, wacht nou even. Ik wil ook nog wat doen. Iets zeggen en af en toe een vraag stellen. Viel jou net ook niet op dat de zaal begon te lachen op het moment dat jij hem citeerde? Verraste je dat niet? Dat weet ik niet meer. Dat weet jij niet meer. Jij weet het alleen maar aan jouw eigen tekst. Door zo'n plechtige toon die ik overnam? Nee, of door wat hij zei? Moesten ze ook wel lachen om sekte tekst van Bordewijk?
Oh ja? Och. Of heb ik mij vergist? Ja, zeker. Kijk. Waarbij dan? Ja, die beschrijvingen. Ja, dat is dus geen humor. Dat is... Het is wel grappig, maar humor is heel iets anders. Humor is niet om te lachen. Die heb ik eigenlijk geleend van Remco Kamp. Mm-hmm. Die heeft een keer gezegd, wat humor is, weet ik niet. Maar wat ik wel weet, is dat het niet om te lachen is. En dit is cynisme, wat hij daar loslaat. Een leerling als een beest beschrijven, dat is helemaal niet humoristisch. Dat is gewoon een keiharde knal voor zijn kop. En dat is cynisme. En het is dus eigenlijk heel onbehouwen dat wij meelachen. Nee, het is grappig. Het is zo, dat is een hyperbool. Het is zo grappig dat iemand twee gebitten heeft. Zijn melkgebit nog achterin zit. En die, iets wat dus compleet niet kan. Dat is grappig. Ja. Hoe maar, zat het eigenlijk met die gebitten? Daar ben ik zo... Want ik herlas Bint ook nog eens. En het is zo opvallend wat hij doet met die gebitten. Nou ja, dat valt je op. Maar als je dan de mening van zijn dochter leest... die dat al eerder wist... en die zei, buiten zijn literaire werk... Papa lette altijd op gebit, de staat van het gebit. Ja, dan is dat wel heel curieus. Ja. Dat had hij dus. Ja. Wat moet je er verder van denken? Dat een gebit iets zegt over iemands karakter. Dat het, ja, als het een rot kerkhof is, dan zal er van die man ook niet veel deugen. En als het mooi onderhouden is... Misschien moet Ellie Kamp zich er nog even over buigen. Ik heb daar wel een... De gebitten. Maar dat moet... Ja, maar ik vond die gebitten wel heel... Tenminste, bij Bint is dat opvallend. Maar... Wat nog niet genoemd is... Bordewijk is een meester in het beschrijven van gebouwen. Van wijken in een stad. Van het opzetten van een decor. Waarbinnen dus de handeling zich moet voltrekken. Mm-hmm. Zijn dialogen zijn houterig. Gemaakt aan. En dat is heel apart, dat hij dus met mensen niet goed overweg kon eigenlijk. Al zijn karakters zijn dus zo uit een droomwereld gehaald. Die kun je niet tegenkomen op straat. En dat is ook weer zo interessant. Hè? Dus het idee van een nachtmerrie, Bordewijks werk, het is altijd alsof het uit een droom is ontstaan. Hoe lang ben je eigenlijk bij hem binnen geweest daar in Schiedam? Dat is... hij zou een uur voor mij vrijmaken, ja. Nou, het is niet veel meer geweest, nee. Het is bijzonder ongemakkelijk. Maar wat is er in dat uur gebeurd? Want wat je prachtig beschrijft is... Nou, ongeveer wat ik beschreven heb. Ik heb natuurlijk... Maar dat heeft geen uur geduurd dan. Jawel. Dat... Ja? Zeker met die lange stiltes die je liet vallen. Hij kon ook met mij niet omgaan. Dat was ook weer houterig. Er gaat een jongen van 17 die daar... duidelijk nerveus zit, ga je geen u zeggen. En, dan heb je geen enkel pedagogisch benul. Hij zou als leraar dus waardeloos zijn, dat denk ik. Wat jou trouwens wel gelukt, is Helga Rupsamen niet gelukt. Ik kan het nu gewoon vertellen, want ze is het toch niet. Maar ze had het aan mij verteld aan de telefoon. Ze werkte bij het Vaderland hè, als journalist. En was dol op het werk van Bordewijk. Wilde hem heel graag interviewen, belde hem op met de vraag of dat mogelijk was. En het kon, maar zou haar dan wel 40 gulden kosten. Want dat was zijn uurtarief. Ja, we hebben het er net even al voordat we hier zaten over gehad. Nou, Bomans had het nog erger. Bomans wilde vooruit betaald worden. Die wilde voor alles hebben, geld hebben. En Hermans? Hermans ook, hè. Johan Cruijff ook, die vroeg 10 mil voor een interview. Maar volgens mij was dit in een tijd dat het nog niet heel gebruikelijk was, hoor. Dat een auteur geld vroeg aan een jonge journalist. De jaren 50 hebben we het over. De krant was in elk geval met stomheid geslagen, de hoofdredactie. Want Helga was nog bereid om een deel van haar salaris in te leveren. Ja, dat was... werd nog niet gedaan. Nee, dat zou een precedent scheppen, denk ik. Hmm. Maar goed, jij bent wel door hem ontvangen en je hebt tegenover hem gezeten. Je hebt hem aangekeken en het is je gelukt. Ja, er is nog wel iets aardigs te vertellen dat ik niet in mijn fragment heb opgenomen. Hij was, ik denk dat hij in die zin ook Hermans heeft ontmoet. Als, wat was hij, geograaf, Ronald? Geoloog toch, of niet? Hermans.
Fysisch geograaf. Goed, dus die zat nogal... Goed, en Bordewijk was lid van een archeologisch genootschap. Zo heb ik dat onthouden. Mijn moeder was lid van de Dickens Fellowship. Ook met Bowmans. En daar zat een mevrouw in, die was van beide lid. En van de Dickens Fellowship. En van dat archeologisch genootschap. Mevrouw Meijer-Zwart. En mijn moeder, die wist dat ik zo gek was op Bordewijk. Op het, dat was dus Bint, hoor. Louter en alleen Bint. Ja, ja, ja. En ja, dat kwam ter sprake. En toen zei die mevrouw Meijer-Zwart, ik kan misschien iets voor Lodewijk betekenen. Hier is een adres, zo heb ik het adres gekregen. Schrijf hem maar een brief, noem mijn naam maar. En dan heb je wel een kans dat hij je wil ontvangen. Dus ik schrijf die brief, geachte heer Bordewijk, ik heb uw adres van mevrouw Meijer-Zwart gekregen. En ik wend mij tot u, heel netjes geschreven. Ik zou u graag eens ontmoeten, want ik ben bijzonder onder de indruk van uw werk, et cetera. En toen kreeg ik het briefje terug, geachte heer Wiener, mevrouw Meijer-Zwart is mij volledig onbekend. Maar ik wil wel een uurtje voor u vrijmaken. Ligt dat briefje nu ook in het Letterkundig Museum? Ja, dat is in het heel aardig van Anton Korteweg. Die was de directeur van het. Die heeft mij een kopie gestuurd van beide. Heel aardig. En dat heeft hij bewaard dus. Hè? Dat is ook weer zo boekhoudachtig. Ja. Ja, ja. Typisch. Laten we even daar zitten. Want dan kunnen we een gesprek vervolgen met z'n vieren. Ja, ik verzin ook maar wat. Dan hebben we een loopje tussendoor. En daar liggen ook nog twee microfoons. En één voor Bart. Even kijken. Wat natuurlijk heel opvallend is, is dat het een man was die totaal niet in deze tijd zou hebben gepast. Dan was het alleen maar omdat hij echt niet wilde dat zijn autobiografische gegevens op straat zouden komen te liggen. Hoe sta jij er eigenlijk tegenover, Lodewijk? Ik zelf? Ja. Ja, ik schrijf bijna uitsluitend autobiografisch. Ja. Maar ik eis tegelijkertijd dat het als fictie moet worden opgevat. Je kan het nooit één op één nemen. Dat gaat niet. Dan, als je praat over literatuur, is dat per definitie fictie. Het Engels heeft maar één woord voor literatuur, dat is fiction. En dat ik biografisch schrijf, autobiografisch is zo. Ik heb geen fantasie. Ik kan niks verzinnen. Ik kan wel vorm geven, hoop ik. Dus als er iets gebeurt, dan kan ik zien dat, ja, dat is een verhaal. Dat komt dan een keer terug. En ik heb een woord bedacht ervoor. Je zegt autobiografische fictie. Dat is een ingewikkelde constructie die men wel eens gebruikt. Ik heb gezegd, het zit zo. Ik ben een fictiograaf. Een fictiograaf. Dat ben jij eigenlijk ook, hè, Bart Chabot? Ja, nou ja, weet je... Jij kan ook alleen maar over jezelf... Nee, oh... Lullen schrijven. Nee, mijn grootste werk is, heb ik 13 jaar over gedaan, over Herman Brood. Dat gaat niet over mij. Een hele goede vriend van Bart Chabot. Ja. Ja, maar dat gaat toch echt over hem, niet over mij. Dat is waar. Om maar het zwijgen van mijn debuutroman, twee keer heb je geloof ik, een chirurg. Nee. Ja, weet je, ik sta daar iets anders in. Omdat, kijk, als je een paar keer met je kanus op de televisie komt, betreed je een heel ander gebied. Dus dan is privacy, is allemaal niet meer of je dat wel of niet wil. Je bent tot zekere mate ben je publiek bezet op een gegeven moment. Wij weten precies hoe jouw gebit eruit ziet. Nou ja, nou er zijn mensen die weten zelfs hoe ik er van binnen uitzie. Dat staat ook in de privé. Dat is ongelooflijk. Dus en daar moet je mee leren leven, moet je mee dealen. Dat hoort erbij. Dus ik vind het ook niet zo. Je moet alleen. En je kan het ook sturen. En je moet zo zorgen dat het in fatsoenlijke en hanteerbare kaders verloopt. Ik bedoel, en je kan dus ook de regie daarover nemen. Ik bedoel, ik weet nog heel goed dat toen ik, weten de meeste aanwezigen wel, toen 5 jaar geleden een hersentumor werd vastgesteld. Mm-hmm. Ik liep ziekenhuis in, ziekenhuis uit. En mensen fotografeerden mij gewoon met een mobieltje, zonder te vragen of ik dat wel of niet goed vond. Met, die Bart, Hebby. Weet je wel? Zo, ja, dat was echt serie inslagdagen. Academisch ziekenhuis Leiden, noem maar op allemaal. En dan weet je, vroeg of laat komt dat natuurlijk. Dus dan kan je beter maar zelf. Dus ik heb toen overlegd met mijn echtgenote en het programma Paul Witte, waar ik toen voor werkte, besloten om gewoon zelf het voor te zijn en de regie te houden en te vertellen wat ik kwijt wilde erover. En kort daarna hadden we film waar de Signe Vlissingen. We hebben expres de rode loper gedaan. Want men wil ook van de pers een plaatje hebben, recent. Nou, we uitvoeren alle camera's en alle fotografen. Met jou, Jolanda. Ja, nou, dan ben je dus een half jaar ben je gewoon gevrijwaard voor verdere belangstelling. Dus je kan er ook mee, je kan het ook sturen. Ja, dat heb jij gedaan.
Ellie Kamp, Bordewijk. Het is, hij schrijft op het einde. Ja, dat wil. Sorry, ik ben even abuis. In de Rood Paleis, het favoriete boek van Wiener, zegt hij op een gegeven moment, pagina 156, de lezer van deze tijd stelt belang in de lijfelijke schrijver. Het kan vleiend wezen voor zijn eerzucht en ook hachelijk voor zijn faam. Want een onbetwistbaar blijk van feitenkennis leidt allicht bij deze of gene tot de gevolgtrekking van een persoonlijke ervarenheid. Ja, dat gaat natuurlijk speciaal over Rood Paleis, omdat het over een bordeel gaat. Mm-hmm. Maar ook over hem, toch? Ja, ook over hem. Maar hij heeft later gezegd, nou, dat was toch eigenlijk een beetje zwak. Dat ik dat als een soort, verontschuldiging. Of tenminste zeggen van, ik heb er niks mee te maken. Mm-hmm. En hij kreeg het ook meteen over zich heen door Ter Braak, die meteen iets had van, nou man, wat ik zwak vind van Bordewijk staat nog steeds in de uit. Nou, ik heb wel een hele oude al. Maar ik denk dat het er gewoon in gehandhaafd is. Hij eindigt met een nawoord. Waarin hij dus zich excuseert voor. En dat het allemaal, dat is het laatste woord dat hij zegt, dit is allemaal verdichtsel. Ja. Zo van, reken het mij niet aan, dat had hij nooit moeten doen. Nou ja, dat vond hij zelf achteraf dus ook. Maar wat je zei over van, wat zou Bordewijk nu, hij zou gegruweld hebben van deze hele bijeenkomst. Nou, van de emo-divisie. Mm-hmm. Maar hij zou het wel hebben kunnen sturen. Want hij was ongemakkelijk in de omgang, maar hij wist natuurlijk ook juist die afstand enorm te bewaren door iemand 4 meter Nol verderop te zetten. De journalist. Nol Gregoor, die zat die gewoon te starren. Hoe deed hij dat? Nou ja, dat kon je gewoon merken. Dan vroeg hij van meneer Bordewijk of meester Bordewijk. Bint, is dat autobiografisch? Hè? Van, wat kunnen we daaruit uithalen? En dan had hij iets van, je kunt natuurlijk zeggen, daar zit iemand, dat iemand heeft dat geschreven, die is leerling geweest. Je kunt ook zeggen van, dat heeft iemand geschreven die leraar is geweest. Zo van, zoek het maar uit. Dat was gewoon een beetje pesten. Ja, en dan, over Rood Paleis gesproken, Jelly. Het aardige ervan, vind ik het al zo aardig. Dat is eigenlijk het feit dat Bordewijk Rood Paleis schreef. En waarin bordelen figureerden. Mm-hmm. En het leven in bordelen. Dat was eigenlijk de reden dat. Dat kwam niet veel voor in de levensliteratuur. Althans, niet bij mij. Ik bedoel, Ellie heb ervoor gestudeerd. Komt er veel voor? Wat? Dat met bordelen? Bordelen. In literatuur, in Nederland? In Nederland? Niet zo, nee, in Frankrijk natuurlijk. Frankrijk. Daar, ja, die gasten hier. Ja. Nou ja, dat is ook een van de ideeën dat hij daar een deel van zijn inspiratie vandaan heeft. Ja. Nou, weet je, omdat hij dat deed. Mm-hmm. Bordeel dus centraal zet in die roman. Bordeel wat gesitueerd was in de Passeerde Schacht in Amsterdam. Maar wat eigenlijk, dat heb ik uit het boek van José Boesma weer. Dat juist Bordeel in Den Haag heel veel langs de bordelen liep. Ik geloof dat José naar boek zat, dat hij het niet binnenging, maar langsliep. Wat toch een beetje zwakte bot is, maar goed. Maar dat was voor mij in ieder geval de overweging om Broodje Gezond, de hele biografie van Herman, te laten beginnen in het bordeel, in Huizeria. Naar aanleiding van Bordewijk. Ja, ik vond het zo. Kijk, er gebeurt eigenlijk, ik bedoel, een bordeel, los van, je kan allerlei morele dingen van vinden. Maar het is een prachtige locatie. Een kermis ook. Ik vond het zo'n geweldige plek. En ik ken natuurlijk Huizeria, omdat Herman daar geweest was. Waarbij we samen cola dronken aan de bar. Ja. Dus dat was voor mij daardoor was het gewetensvol om wat Bordewijk het gedaan had. Ja. En, zo heb jij heel veel aan Bordewijk ontleend. Nou, dat zijn mij toch steeds duidelijk. Nou ja, dus ik bedoel toch een. Nog één ding vind ik belangrijk om het even over te hebben. Bordewijk die zei dat schrijven, hij schaamde zich er zelfs een beetje voor. Hè? Las ik, geloof in de tekst van jou. Ja. Het is een liefhebberij. De hoofdzaak in mijn leven is de advocatuur. Moeten we dat serieus nemen? Nou, tot op zekere hoogte. Die advocatuur was heel belangrijk voor hem. Dat vond hij ook een echt vak. Schrijven
Ja, dat was een noodzaak, dat is evident. Het was geen liefhebberij, dan schreef je niet zo'n oeuvre bij elkaar. Dus het was een drang die in hem zat. En hij zei ook van, ik maak van alles literatuur, zelfs in mijn slaap. Ook eens in een van zijn romans, maar dat geloof ik wel dat het echt was. In mijn slaap ben ik vooral literator. Maar die advocatuur, dat vond hij dus echt een vak waar je kennis voor moest hebben. En dat vond hij dus boven de schrijverschap staan. En hij heeft een keer in een brief geschreven aan... dat was Van der Waal, van Negen van Ditmar. Ik schaam mezelf een beetje voor mijn schrijverschap. Bedenk maar wat je daarvan vindt. Niet voor wat ik geschreven heb, maar wel voor mijn schrijverschap. Dus dat... Maar hoe moeten we dat dan opvatten? Dat hij dat dan toch... Ja, dat ging natuurlijk... Dat was natuurlijk veel persoonlijker dan de advocatuur. Dus dat was dichter bij hemzelf. Mm-hmm. En dat was wat hij ook uiteindelijk kon. Want als advocaat heeft hij heel nuttig en hard gewerkt. Maar hij heeft heel weinig geschreven over de advocatuur. Wel de sociale advocatuur, daar stond hij achter. En het taalgebruik van de advocaten. Daar heeft hij ook in de advocatenblaadjes over geschreven. Herken je daar iets in, Lodewijk Wiener? Ja. Je hebt toch ook een dubbel leven gehad? Een hele lange tijd? Nee. Dus docent Engels. Ik wil iets anders. Ik wil even aanhaken bij wat u zegt over de... Dat hij in zijn slaap eerder literator was. Mm-hmm. Dan kan je meteen een link leggen naar de droomwereld die hij beschrijft. En nog één stap verder worden het nachtmerries. En het is interessant hoe gespleten deze man moet geweest zijn. Zonder dat ik het idee van schizofrenie erbij wil halen. Maar de extremen die hij kan bedenken. Dat past compleet niet bij die gedistingeerde aristocraat. Nee. Als je neemt in Rood Paleis, ik noemde die Rattenkoning. Hoe hij die beschrijft, dat is gewoon walgelijk. Een grote kluwe ratten die aan elkaar zitten in een ondergelopen kelder. Die gebruikt wordt. Ik heb gezegd, de meisjes betaalden een dubbeltje aan Vree als ze mochten griezelen om dat te bekijken. Maar er staan ook scènes in dat als ze niet gehoorzaam waren aan mevrouw Doom, dan werden ze opgesloten in die kelder. Stel je even voor, een donkere gat met overal levende ratten die losliepen. Hoe je het uit je pen krijgt, is knap beschreven. Maar het is van een walgelijk sadisme. Mm-hmm. En als je dan afstand neemt van het imago als schrijver, dan zeg je, dat kan ik dan wel begrijpen, ja. Ja, om die reden. Nou, dat is gaat een beetje erg ver. Nou, ik weet het niet. Het eerste verhaal uit Fantastische Vertellingen, dat is Baruch Blazer. Ja, dat is gewoon geënt op Edgar Allan Poe's Telltale Heart. Waar iemand in Poe... ergert iemand zich zo aan een oog van iemand. The old man wordt hij genoemd, dat die moet dood. Dan gaat hij hem pesten met een lamp, met een straal licht op dat oog. En dan dat vulture eye. En dan springt hij op en dan vermoordt hij hem. En dan hakt hij hem een stuk en noem maar op. Dat maak ik nu niet af, want hij ontmaskert zichzelf. Hij hoort dat hart kloppen van die man onder de grond, onder de planken. In Baruch Blazer... Er is een huwelijk, dat geloof ik. Die mensen praten niet met elkaar. Die zijn met elkaar getrouwd, maar eigenlijk uit haat. En dan onderneemt die man het plan om die vrouw te vermoorden. Dus ze liggen dan zwijgend naast elkaar in bed. Maar dat plan duurt maanden voordat hij dat heeft ontwikkeld. En dan legt hij een stroopop op zijn plek. En dan glijdt hij uit het bed... En dan heeft hij al een mes klaar en dan pop. Want als die vrouw wakker mocht worden, dan moet ze iets voelen. En dan loopt hij langs het voeteind van het bed. En plotseling wordt die vrouw, die draait zich om. En die begint op die stroopop in te hakken met de mes. Dus die had hetzelfde plan. En dan denk je aan de advocaat Bordewijk. Die zo... ja, maar dat was een fantasie. Een keurige man. Ja. De schaamte voor het schrijverschap, Bart Chabot. Of nee, laat ik het zo. Dat hij zegt, de hoofdtaak in mijn leven is die advocatuur. Een echt vak. Vind jij daar iets van? Nou, iemand die uit een andere tijd is. Ja, zie je het vooral ja, zo? Maar natuurlijk in die tijd had je natuurlijk heel veel meer literatoren. Die was ook natuurlijk literatuur was in die, voor de oorlog. Even, maar even gemakshalve dat nemend. Was ook vaak toch een bezigheid van toch wel een zekere bovenlaag van de samenleving.
Ik bedoel, er waren wel meer auteurs die waren gemeentesecretaris of die waren... Ja, die hadden fatsoenlijke betrekkingen, laat ik het zo zeggen. Ja, een fatsoenlijke betrekking. Ja, fatsoenlijke heren, die deugden, en die kon je mee voor de dag komen. En, nou, na de oorlog is het er wat anders gelopen. Ja, God, niks zei geen dan. Fatsoenlijke betrekkingen. Nou ja, ik bedoel, ja, advocatuur, ja. Nou ja, goed, ik bedoel, natuurlijk al terecht, Ellie zei, hij schreef natuurlijk vanuit de innerlijke noodzaak. En dat is ook uiteindelijk natuurlijk de enige ware drijfveer. Ik bedoel, je moet, ja. het moet eruit. Mm-hmm. En of je nou advocaat in goed aangeschreven is, of je bent aan lage wal geraakt te liggen in de groot met een spuitenjaar, maakt niet uit. Het gaat uiteindelijk om de kwaliteit van het verhaal, het gedicht of de roman. Ja. That's what it's all about. Ja, precies. En dus net als Hermans vond hij het heel erg belangrijk dat mensen in de maatschappij stonden en daarnaast schreven. Daar zag je ook een soort verwantschap. Zijn onderwerpen zijn natuurlijk ook uniek. De advocatenkantoor, een hele roman. En over zo'n aandeelhoudersvergadering in een ijzerfabriek in Noorderlicht. Dat heb je niet veel in Nederlandse literatuur. Ze stond in de wereld. Absoluut. Dat lijken mij. Dat is trouwens sowieso een heel goed iets. Want de keerzijde van, we gaan heel snel door de geschiedenis. De keerzijde van auteurs of kunstenaars die helemaal los zijn van zoeken betrekking. Ja. Want ze krijgen geld van de overheid of ze hebben geld voor zichzelf, wat dan ook. Is natuurlijk, want je met name. Of een vrouw met een goede baan. Een vrouw met. Nou, toevallig. Ja, wat denk je waarom ik dat zeg? Je hebt je wel voorbereid, hè? Ik ben zo op de hoogte. Ja, je moet wel. Ja, oké. Okay. Ja, ik heb mazzel gehad, dat betreft natuurlijk. Ja. Maar kijk, wat ik ook wel natuurlijk met collega's ook wel heb, natuurlijk, dat je. Waar wij wel als ons, nou ja, niet eraan ergeren, maar je kent wel in de jaren 60 wel die schrijvers, met name in Amsterdam, huisden dat nogal. Dat die waren vooral schrijven in het café. En dan die kwamen om een uur of half uit hun bed. En dan gingen ze om, hè, dan schreven ze een kwartiertje. En dan gingen ze om 12:30 café in. En dan waren ze tot diepe nacht waren ze de schrijver. Zoals ze deden, geen fuck. Ja, daar wil ik graag op ingaan. Want je maakt een goed punt daar. Dat Hermans Bordewijk waarschijnlijk ook waardeerde vanuit de positie, de maatschappelijke positie van die stijl had. Dat geloof ik ook. Ja. En voor mijzelf geldt. Als ik niet die maatschappelijke verbintenis was aangegaan en me had verbonden leraar te zijn, had ik hier niet meer gezeten, dat weet ik. Want? Want dan had ik net zo'n leven geleid, met alle respect, als Lennart Nijg, Haarlemmer, die dus vrijgevochten was, dagelijks in het café zat en dacht, ja, dat hou je niet vol. In die zin heeft mijn werk mij netjes gehouden. Ja. Ik weet zeker dat ik ook zou zijn afgegleden. Ja. Nee, toch werk heeft ook Lennart Nijg een paar hele mooie liedjes afgeleverd. Ja, maar het wacht nou veel even. Die jongen was een geniaal vertaler. Een enorme. Zijn grote kracht is dat hij met heel eenvoudig Nederlands heel diep kon gaan. En dat het heel makkelijk rijmt. Maar zoek het maar eens bij elkaar. Ja. Lennart Nijg, ik wil het benadrukken, het was een geniaal tekstschrijver. Mm-hmm. Maar jammer was dat hij. Had geen tanden maar in zijn mond. Hij kreeg een prijs. Nu is hij over weer gebitten. Samen met, hoe heet zijn partner, Boudewijn de Groot. Ja. Of ze geridderd of zoiets. Maar hij had geen tanden. Toen moest hij binnen een week moest hij een gebit hebben. En dan zat hij voor de tv. Hij kon helemaal niet praten. Ja. Ja, dat was een prachtig, maar compleet vrijgelaten. Hij sliep bij het Haarlems Dagblad beneden in het magazijn. Hij ging gewoon niet naar buiten. Daar zat hij dan te werken. Een beetje jaloersmakend, maar tegelijkertijd. Maar neem er een goede baan bij. Ja, weet je, het heeft natuurlijk alles te maken. Godverdomme, worden wij precies hetzelfde. En voor geldt voor jullie ook, voor jou ook, Ellie, want je moet die biografie afleveren. Het heeft ook te maken, schrijvers, met discipline. Ja. Je moet gewoon op je reet zitten en het doen. Je kan niet maar overal maar aanwaaien, voorbij waaien, een stukje kraag en het moet op die romans van Bordewijk ook. Een karakter schrijf je niet in een middagje. Dat moet echt gewoon, dat is arbeid. Dus structuur. Structuur. Meneer. En tucht. En tucht. En orde. Nou zijn we. Precies. Dat zijn hele mooie slotwoorden. Wanneer verschijnt de biografie? Want dat willen we nu natuurlijk allemaal weten, Ellie Kamp. Volgend jaar. Waarschijnlijk september. September volgend jaar. Daar houden we je aan. Dank jullie heel erg voor jullie bijdrage. Bartje Bot, Lodewijk Dienen.